Jabeke, op een boogscheut van het historische Brugge, werden de laatste jaren een hele reeks mooie prijzen gepakt. Het hok van Anja de Nolf en Kurt Vergaarde staat volledig in het teken van de zware fondsvluchten, met het nestspel als belangrijkste motivatie. We zijn het Anja en Vergaarde Nolf hier uit Jabeke. Onze passie is vooral de zware fond, de internationale vluchten. Ja, de passie is er bij mij al van kleins af. Toen ik een jaar of 16 was, mocht ik duiven houden en meteen ook spelen. En ja, dat was meteen een passie. Veel meer of een hobby. Dat laten mensen niet meer los. Hè. En, toen heb ik ook mijn vrouw leren kennen via de duiven. Hè. En dat is mooi meegenomen, want als je beiden die hobby, die helemaal die passie kunt beoefenen, dan heeft dat een surplus. Hè. Dat is meer dan 1 en 1, is 2. De getrouwde tandem pakte de laatste jaren heel wat mooie prijzen. Waaronder een eerste nationale agent in 2019 op 4.644 duiven. En 2 keer zilver, respectievelijk op de Nationaal van Barcelona in 2015 en Narbonne 2018. Voor mij is de mooiste prestatie als het tweede nationaal Narbonne. Over 2 jaar, het was de warmste dag ooit, dus het was hier echt al donker, dus het was die zonsverduistering. En die duif, ze komt hier nog. Allee, het is een beeld dat ik nooit ga vergeten. Voor mij is dat, ja, het is een pracht van de duivin. Ja, dat is prachtig. Ook ons, man, dat jaar, van de eerste en tweede nationale op Narbonne, dus de eerste koppel. Maar ook op Barcelona, want dan ook de Barcelona Masters won. De 6e en de 30e nationaal. Dat is iets dat je niet gauw vergeet eigenlijk. Zulke resultaten vallen niet uit de lucht. Het is een levenswerk. Anja en Kurt bouwen er een hele leven omheen. Maar zelfs dan nog, je mag goede duiven hebben. Je mag zelfs heel goede duiven hebben. Binnen de duivensport speelt ook de locatie van je hok een rol. Het is geen geheim dat Antwerpen een uitstekende regio is voor Vitesse-spelers. In Jabeke is er vooral de westenwind waarmee je rekening moet houden. De zware fond hebben we heel expliciet gekozen. We speelden vroeger ook goed met jongen. Hè. Ja, dat deden we ook heel graag. Maar eigenlijk konden we geen rol van betekenis spelen op nationaal vlak. Hier door de geografische ligging, zeg maar, in het westen van het land. Maar ik wilde ook meteen proberen uit te blinken in het grotere geheel. Vandaar dat we nu gekozen hebben voor uitsluitend, zeg maar, als die 7 internationale vluchten te spelen. Tot voor kort werkten zowel Anja als Kurt in de zorg. Het koppel heeft ook 3 kinderen. Niet meteen factoren die het pad effenen om fulltime voor de duiven te kiezen. Anja moest noodgedwongen stoppen met werken, maar heeft nu meer tijd voor de duiven. Kurt werkt voornamelijk nachtshifts. Timing is alles voor wie met duiven speelt. Het was niet altijd simpel. En zeker die 7 weken van die internationale vluchten, dat staat hier eigenlijk alles in teken van de duiven. Ja, dat zijn er andere dingen die even moeten wijken. Maar het is eigenlijk altijd wel combineerbaar geweest. Je maakt een planning op en je kruist daar wat belangrijk is. En dan richt je dat zoveel mogelijk naar in. Hè. En soms ging dat een keer niet. Hè. En dan is dat vervelend als ik op mijn werk zit en de duiven vallen. En dan bel ik. Hè. En zij belt dan van mem er een. Of een sms'je, mem er nog een. Hè. Dat is dan wat balen. De duiven bij Tandem de Nolf Vergaarde zitten in een mooi afgewerkt hok. Dikke betonnen vloeren houden de meeste hitte zomers buiten en houden de beperkte warmte in de winter langer vast. Een uitgekiend ventilatiesysteem maakt dat de vogels droog blijven en uit de wind zitten. De kweekduiven zitten in een aparte ruimte waar ze de plaats hebben om aan een nieuwe generatie toppers te werken. Een van die toppers is Narbonneke. We zitten naar Bonneke. Ah.
Waar is ze? Als je dat pas in mijn hand hebt. Ah, oh, hier. De 3064 660 van 15. Dat is een heel goed vliegduifje. Vloog tweede nationaal naar Bonne in 2018. De 9e nationaal Hagen in 2019. En ondertussen ook een van onze betere kweekduiven, mag ik wel zeggen. Diverse dochters en zonen die zich al heel vroeg getoond hebben op de internationale vluchten. En dat is ook mooi aan Espel. Dat je daar ook tijdens het seizoen wat jongen uit kunt dringen. En zo weet je sneller of een duif garanderen wanneer je die verkast naar je kweekhok of niet. De snelste duiven zijn duiven die het meest gemotiveerd zijn om hun hok te bereiken. Met hun keuze voor de zware fondvluchten legde het koppel uit Jabeke zich toe op het nestspel. De duiven worden gekoppeld in maart en nadat ze een nest grootbrengen, worden ze weer gescheiden tot in juni. Ze vliegen pas opnieuw bij de eerste internationale wedstrijd van de kalender. Zou die normaal een koekenbak zijn? Ze zitten nog heel hard in en ze kunnen het dan ook wel wegsteken. En bij de kwekers ook, is dat heel handig. Het zit er heel in en als het dan opnieuw leggen, kun je er nog een heel opzetten. Je kunt dat zo zetten. Ja. Je kunt het ook volledig draaien, dat ze er niet in kunnen. Je kunt er nog een tweede schotel bovenop zetten. Als ze beneden met grote jongen zitten, dat ze bovenop weer met kleine eitjes zitten. Ja. Je kunt er heel veel mee doen. Je kunt ook draaien dat de gesloten kant ook hier is. Dat er een soort doos is voor in te gaan. En een duif zit van nature haar in het donkerhoekje. Zaven mijn lief ging ook even in een hoekje en een kantje kruipen. Het duif is niet anders. Er zijn ook liefhebbers die zweren bij voeding als ultieme motiverende factor. Zeker bij korte vitessevluchten. Voor Kurt is een uitgebalanceerde voeding belangrijk, maar het stimuleren van de natuurlijke aanleg van duiven is de essentie. Ja, dat is onze voeding. We mengen zelf een aantal mengelingen samen, naar gelang het seizoen, en de opdracht om duiven hebben. Nu zitten we in een soort wintermodus. Wintermodus is een rustmodus, alhoewel ja, het is ruittijd, dus is die voeding nog vrij rijk. Hè. Maar toch zit er al een percentage herst in. Meestal ga ik uit van een basisvoeding kweek of vlucht, die rijk is met diverse graanmengelingen. Het zijn ook fondduiven. Heel een opleiding staat in het teken van het vliegen van een internationale vlucht. Dat wil zeggen dat die duiven moeten meer of 1000 kilometer afleggen. Moeten zich raad weten als ze dorst en honger hebben. Hè. Want van heel wat snelheidsspelers en halve fondspelers zijn die duiven geconditioneerd. Hè. Als die duiven honger hebben, worden die binnengeroepen. Hier wordt er nooit een duif binnengeroepen. Ze hebben altijd voldoende voer. Dus dat wil zeggen van als ze dorst hebben, die duiven weten waar ze in de natuur drinken kunnen vinden. Ik laat mijn duiven hier op de grond lopen. Dat maakt ook uit dat ze hierachter hebben ze een vijver. Daar is zo'n vennetje dat ze aangelegd hebben. Daar zitten ze heel vaak. Aan die vijver ook als ze dorst hebben. Dat heeft het voordeel als ze dat van als jonge duif aangeleerd zijn en ze komen van een vlucht, dat is 30 of 35 graden, en ze hebben dorst en ze komen open water tegen, ze gaan drinken. Heel vaak zie je andere duiven die dat niet geleerd hebben, want ik ken bij vele snelheidsspelers dat de duiven nooit zelfs op de nok van de tak zitten. Hè. Daar zit een afrastering op, dat ze zich niet kunnen daarop zetten. Ze moeten oftewel is het in de lucht, oftewel is het plank en binnen. Hè. Begrijp dat, iedere seconde daar is verloren. Maar dat moet je ook niet willen als je dergelijke duiven op 1000 kilometer speelt, dat die weet waar die drinken moet vinden. En dan zijn die duiven verloren, snap je? Die duiven raken niet thuis, die duiven hebben dorst. Als je dan toch je best doet, de 365 dagen op 365, dan denk ik dat je ook 's winters niet mag laten aanvetten. Dat je een betere sport, een atletisch organisme in gang houdt. En vandaar om de andere dag, de ene dag de doffers, de andere dag de vinnen. Heel sporadisch dat de druk van de roofvogelen
wat groot wordt. Het is niet de bedoeling dat dat hier ook een afval Chinees wordt. Dat, dat er iedere dag een van tussen geplukt wordt. Dat ze een keer durven... De periode dan dat ze mogen erop schieten. Ja, nu is het wel delicaat. Ze zijn die laatste pennen aan het wisselen. Trainen dat niet zo graag en zijn dan ook niet zo behendig in het ontwijken van die roofvogel. De duivensport is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Van de kleine liefhebber met 10 duifjes tot complexen waar 200 en meer vogels meedingen naar de prijzen. Anja komt nog van een generatie waar de duivensport een gemeengoed was. Als klein meisje waren er in de buurt, ja, het waren allemaal duivenmelkers. Allee, iedereen kwam bij elkaar langs, deze duiven vlogen uit. Er was veel meer competitiestrijd. Maar het was anders. Ik vond dat wel leuk eigenlijk. Bij nu, ja, we hebben nog Mark Polling, Malfit eigenlijk. Maar die duiven gaan niet meer samen trainen eigenlijk. Allee, wat hij vroeger wel had. Ja, en het wordt allemaal meer competitief, groter. De echte kleine passie bij sommige melkers is wel weg. Wel, ik denk dat je altijd soorten liefhebbers gehad hebt. Eender waren er heel veel meer. Hè. En nu is er nog een gedecimeerde duivensport. Ik weet nog, in onze straat vroeger, daar waren er tal van duivenliefhebbers. Die duiven trainden vaak samen. Ja, ja. In duivenlokalen, er waren in ieder dorp waren er 1-2 duivenlokalen. Nu is dat helaas niet meer het geval. Maar ik zeg, vroeger, de ene speelde met duiven omdat hij wou presteren. De andere puur als hobbyist. En nog een andere, omdat hij in dat het lokaal kon gaan. Hè. Maar er was in ieder geval veel meer... ambiance in de lokalen. Hè. Nu, het aantal liefhebbers is kleiner. Pas op, er is nog strijd hoor. Er is nog het competitieelement zit erin. En dat hoort ook zo. Hè. Ik zou het haast uitdrukken, we sparen elkaar niet. Net als twee supportersclubben van Club en Anderlecht. Hè. Er is strijd in het seizoen. En dat moet ook, denk ik. Als ja. Goede structuur is heel belangrijk. Door de jaren heen heeft Anja samen met haar man een systeem uitgewerkt. En de laatste jaren zorgt dat voor nog betere resultaten. Het is de ervaring die ze als liefhebbers hebben opgebouwd die vaak de doorslag geeft. Het is een wisselwerking tussen beiden. Je hebt goede duiven nodig, maar ook de duivenliefhebber die erachter steekt, die de voorwaarden moet creëren om een goede prestatie te leveren. Dus hoe ouder je wordt, en zeker als je goed gespeeld hebt, hoe meer ervaring je hebt. Hè. Er zijn tal van valkuilen in de duivensport. Je kunt geen school lopen. Je hebt ook geen jeugdreeks. Het is van meet af aan tegen de grote jongens dat je speelt. Dat is soms wel moeilijk, denk ik. En dat schrikt misschien behindelingen af. Het is wel mooi. Je zo een hele dag... het is warm weer geweest. En 's avonds, je weet, kunnen duiven thuis zijn. Is het dan, en dan komt er een duif... Dat is prachtig. Ja. Dat zijn echt mooie momenten. Is, daarvoor doe je het. Ook in de herfst en de winter. De continuïteit van verzorging die moet er altijd zijn. Als je maar enkel die paar weken of een maand of 3-4 aanhoudt, dan ga je resultaten in de zomer ook zo niet zijn. Dat kan niet. Een getrouwd stel dat samen met de duiven speelt. Het lijkt het begin van een clichémop over ruziende stellen. Maar in Jabbeke hangt een goed geoliede ketting aan de tandem. Luister, ik heb een heftige discussie over al dan niet ten eerste getekende. Dat gebeurt ik. Ja, duivensport is helemaal zo. Je moet de ranking vooraf bepalen. Waarbij dat je eerste uitgegeven, tweede uitgegeven. En met de meer dat je dan moet een oordeel over vormen, hoe moeilijker dat is. We waren dit jaar meestal van alles juist eens buiten Barcelona. Ja, maar bijna dus... van die jaren over het algemeen alle twee verkeerd worden. Allee, meest is de laatste voor. De voorgaande twee jaar dan we echt goed onze eerste en tweede altijd op tijd. Vandaar ook een topklassering in kampioenschap.
Maar soms is er geen discussie en dat kan ja, grote gevolgen hebben voor de kampioenschap. Maar goed, het is voorbij. Hè. Het is duivensport. De liefde overwint alles. Vaak. Ja.